Hoi jongens, welkom terug op mijn kanaal. Super dat jullie hier allemaal weer zijn. Het is vandaag woensdag 15 november en morgen heb ik een heel belangrijk Spaans examen. Maar ik heb er nog helemaal niks voor gedaan. Ja, het was weer in zover. Ik heb het leren van mijn toets weer veel te lang uitgesteld. En ik moet dus alle leerstof in één avond gaan leren. In deze video ga ik jullie stap voor stap laten zien hoe ik zo'n avond dan aanpak. En hoe ik toch nog een hoog cijfer kan halen. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En heel veel plezier met kijken. Ja, ik ben wel een beetje gestrest. Het is nu al 3 uur. En ik ben net klaar met werk. Dus ik ga nu gewoon zo snel mogelijk beginnen met leren. Het enige wat ik eigenlijk weet is dat ik een Spaans mondeling heb. Maar ik weet niet waarover het gaat. Ik weet niet hoeveel de leerstof is. Ik weet niet of het moeilijk is of niet. Dus we gaan het zien. Nou, jij hebt waarschijnlijk op deze video geklikt omdat je ook morgen een toets hebt en nog helemaal niet bent begonnen met leren. Dus we gaan gewoon samen strijden voor onze toetsen. Wij kunnen dit. Het komt helemaal goed. Maar dan moeten we nu wel echt gaan beginnen. Eerst ga ik even alle spullen erbij pakken die ik nodig heb om te gaan leren. En ik zorg er ook voor dat mijn bureau opgeruimd is, zodat ik me goed kan concentreren. Maar ook dat het wel een gezellige werkplek is, want we moeten er heel de avond gaan zitten. Oké, voordat ik ga beginnen met leren, vind ik het zelf altijd handig om even snel een plan te maken van hoe ik deze avond ga aanpakken. En wat ik als eerst ga opschrijven, is wat ik nou precies moet leren voor mijn toets. Want dat is natuurlijk wel zo handig om te weten. Dus daar ga ik even snel een overzichtje van maken. Oké, ik weet nu wat ik allemaal moet gaan leren. Ik krijg er lichtelijk paniek van, want het is wel iets meer en iets moeilijker dan ik had verwacht. Maar het komt helemaal goed. Want we gaan nu een planning maken. Ik moet altijd eventjes een planning maken voordat ik iets ga doen, want anders weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet hoe lang ik ergens over kan doen en zo. Dus voor mij is het echt waard om even snel 10 minuutjes een planning te maken, zodat ik overzicht heb en weet wat ik wanneer moet gaan leren deze avond. Het helpt mij altijd heel erg om mijn leerstof op te delen in kleinere stukjes. Dus bijvoorbeeld van 3 tot 4 ga ik artikel 1 leren, van 4 tot 5 artikel 2 en zo verder. Hierdoor blijf ik steeds gemotiveerd om door te gaan, omdat ik elke keer iets kan afwinken. Ik schrijf als laatst ook op hoe laat ik wil gaan slapen vanavond, zodat ik echt een doel heb en ook de motivatie heb om voor die tijd klaar te zijn, want dan kan ik lekker gaan slapen. Oké, we kunnen nu echt gaan beginnen met leren. Het allereerste wat ik altijd even doe, is alle leerstof 1 keer heel goed en aandachtig doorlezen. Want hier heb ik gewoon een beetje het idee waar alles over gaat. En het is ook fijn, want je herkent dan ook best wel veel van de dingen die je misschien dan in de les hebt gezien. Dus dat geeft je dan een beetje die motivatie van oké, ik weet hier al iets over, dus komt goed. Oké, even een update. Ik heb alles doorgenomen en nu ga ik beginnen met dingen uit mijn hoofd leren. Dat doe ik door vragen te maken via Notion. Dat is een vorm van actief leren en daardoor leer ik de dingen veel sneller, veel beter. Het blijft allemaal veel beter in mijn hoofd zitten. Dus ik zal je even laten zien hoe ik dat doe. Oké, dit heb ik nu voor me op mijn laptop. Hier is het artikel dat ik uit mijn hoofd moet leren. En dan heb ik hier Notion openstaan. Dan ga ik als eerst een nieuwe pagina maken. En dan noem ik die artikel 1. En wat ik dan ga doen is elke keer een alinea van mijn leerstof erbij pakken en daar dan steeds vragen over maken. En hoe je hier een vraag maakt is door het schuine streepje te doen en dan toggle list op te zoeken. Dat is deze. En dan kan je hier dus je vraag opschrijven. Ik heb hier dus nu mijn vraag en om het antwoord die zet je dan gewoon hier eronder. Nou, zo ziet het er dan dus uit. Ik heb hier de vraag en dan als je het lijstje opent, dan staat daaronder het antwoord. Ik maak dus geen samenvatting meer, want ik leer de dingen veel sneller uit mijn hoofd door deze manier van Active Recall te gebruiken. Popcorn pauze! Nee, grapje jongens. Geen popcorn pauze helaas, daar heb ik geen tijd voor. Maar dit geeft me wel weer even die motivatie. Oké,
mijn mondeling is eigenlijk gewoon een overhoring. Er zitten dan 2 docenten voor me en die gaan mij dus allemaal vragen stellen over de 6 artikelen die ik moest leren. Dus voor mij is het gewoon perfect om zelf al vragen te maken over die artikelen. Zodat, misschien heb ik wel een vraag al gemaakt die zij dan later aan mij gaan stellen. En dan weet ik gewoon perfect hoe ik daarop moet antwoorden. Oké, het is tijd voor pauze. En ik had hier heel de tijd al zoveel zin in. Ik ga kokosbollen maken. Kokosbollen zijn echt super makkelijk om gewoon even snel in elkaar te planten. Maar dat je wel een lekkere maaltijd komt. I deserve that. Dit ziet er toch geweldig uit. Echt zo goed is hij gelukt. Oh my god, zo lekker. Hier kan ik echt helemaal van genieten. Tijdens mijn pauze zit ik trouwens niet op social media. Ik kan gewoon niet even 5 minuten op Insta, want dan is er gewoon opeens weer een uur voorbij. En dat wil ik op dit soort dagen gewoon echt niet doen. Dus ik zet gewoon even een podcast aan als ik lekker even aan het eten ben. En ik heb ook een timer voor 1/2 uur, omdat ik 1/2 uur pauze heb. En daarna moet ik van mezelf gewoon echt doorgaan. Dus kan ik beter gewoon echt niet op social media gaan. Want ik ben gewoon te verslaafd. Oké, mijn pauze is afgelopen. Maar voordat ik verder ga leren, wilde ik jullie nog eventjes mijn bureau laten zien. Ja, voor degenen die mijn video's vaker kijken, zien hem bijna in elke video. Want ik vind het echt gewoon een geweldig bureau. En hij is van Flexispot. En deze keer is het een samenwerking in deze video. Nou, dit bureau is dus een zit-staanbureau. Waar je dus staand kan werken en ook gewoon zittend. Ik heb hem een aantal maanden geleden binnengekregen. En ik heb gekozen voor de E7 Pro met een houten bureaublad. Omdat het gewoon heel leuk bij mijn huis staat. Ik heb hem ook helemaal zelf in elkaar gezet. Dus het is heel makkelijk om te doen. Want als ik het kan, kan iedereen het. En ja, sinds dat ik hem heb, gebruik ik hem echt elke dag. Staand, zittend, altijd gewoon. Nou, het werkt heel makkelijk. Je hebt hier een bedieningspaneel. En daarmee kan je hem dus omhoog of omlaag zetten. En als je gewoon alleen op 2 klikt, dan gaat hij automatisch naar staand. Super makkelijk en handig. Voor mij is dit bureau echt een uitkomst. Want het is natuurlijk niet zo heel goed voor je om de hele dag te zitten. En ik werk vanaf thuis, dus eigenlijk zou ik heel de dag zitten. Maar nu kan ik dus ook staand werken. Zo blij hiermee. Ze hebben bij Flexispot niet alleen maar bureaus, maar ook heel veel coole accessoires. Zoals deze lamp. Kijk hoe cool die is. Het lijkt gewoon alsof die zweeft. En ik heb ook dit bedtafeltje ook van Flexispot. En hiermee kan je dus in bed werken of op de bank werken. En dan zit je dus gewoon veel lekkerder. Dus ik zal van dit, van het lampje en van mijn bureau alles wel eventjes in de beschrijving zetten. En mocht je nou ook een zit-sta-bureau willen bestellen, dan moet je echt gebruik maken van de Black Friday korting bij Flexispot. Want ze hebben namelijk van 24 tot 28 november 38% korting op de bureaus. 38% korting is gewoon super veel korting voor een bureau, want dat scheelt gewoon heel veel geld. Dus als je een nieuw bureau wil, dan is dit echt je kans om hem te kopen. Als je even klikt op de link in de beschrijving, dan ga je gelijk naar de pagina waar je ziet dat je dus 38% korting krijgt. En ja, het is gewoon zoveel korting. Dat is toch amazing. Dus ja, dat is wat ik even wilde zeggen over Flexispot. Nu ga ik snel weer verder met leren. Ik ben mezelf dus heel de tijd aan het overhoren met de vragen die ik maak op Notion. En wat ik altijd doe is de vragen die ik al ken, zet ik in het groen. En daar kijk ik dan bijna niet meer naar, alleen maar echt op het einde. En de vragen die ik nog niet weet, die zet ik in het rood. En die blijf ik dus heel de tijd herhalen totdat ik ze wel ken. Het helpt voor mij om de avond steeds 25 minuten te leren en dan 5 minuutjes pauze te nemen om iets te drinken of te plassen of zo, zodat ik wel geconcentreerd blijf, want ik kan in de avond gewoon niet steeds een heel uur achter elkaar doorgaan.
Het is inmiddels alweer 10 uur. Ik ben echt gesloopt. En ik voel ook dat ik een beetje ziek word volgens mij. Want ik kan niet meer zo goed door mijn neus ademen. Maar in ieder geval, ik ga nu even lekker douchen. Daar had ik echt heel de tijd al naar uitgekeken. Lekker een warme, lange douche. En dan ga ik me gewoon klaarmaken voor bed. En alles klaarzetten voor morgen. Ik ben lekker in bed gaan liggen. Ik ga nu gewoon alles nog even één keer helemaal doorlezen. En dan gewoon lekker slapen. Zodat ik het allemaal in mezelf kan opnemen. En dan morgen hopelijk gaat de toets goed. Ik denk het wel. Eigenlijk heb ik wel het gevoel dat ik het best wel goed ken. Dus gelukkig kan ik met rust gaan slapen. Ik ga wel vroeg opstaan nog morgen. Maar ja, wens me in ieder geval succes. Ik wens jou heel veel succes met jouw toets die je hebt. Het komt helemaal goed. Ik geloof in jullie. Dus dit was meteen het einde van deze video. Ik hoop heel erg dat je er iets aan hebt gehad. Je kan het. En ik zie je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!